Minister Umar Ramadien van Volksgezondheid heeft na overleg met het stichtingsbestuur van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst, de RGD, op vrijdag 26 januari twee directieleden van de organisatie op non-actief gesteld. Dit besluit is genomen vanwege indicaties dat er sprake is van onregelmatigheden binnen de directie. Aan de minister van Financiën en Planning is gevraagd om een kladonderzoek in te stellen. De voorzitter van het stichtingsbestuur, Glenn Oelers, is belast met de waarneming van de directie. Shada Girwar is nu officieel hoofd van de douane en Marita Lautan-Wijnerman is hoofd der belastingen, nadat hun waarnemende posities zijn omgezet. Minister Stanley Ragubarsingh van Financiën en Planning heeft op 26 januari hun benoemingsbesluiten overhandigd tijdens een dankdienst in verband met de Internationale Douanedag. De minister benadrukte het belang van een sterke rechtspositie voor de benoemde ambtenaren om hun functies met gezag en kracht uit te kunnen voeren. Beide ambtenaren streven naar een klantgerichte aanpak en willen de douane en belastingdienst naar een hoger niveau tillen. In het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum ADRON zijn contracten ondertekend met 25 boeren die grond krijgen in de Koningin Julianapolder op het FAI-complex en de Agrico-operatie Shaktiman. De ondertekening vond plaats op 27 januari in aanwezigheid van de voorzitter van Shaktiman, Shamila Salarbaks, en minister Permanent Seudin van LVV. Deze boeren zullen professionele ondersteuning ontvangen van het LVV-ministerie om groenten en fruit te verbouwen. De overige boeren zullen de komende week hun overeenkomsten sluiten.